Nou, goedenavond. Welkom allemaal. Ook voor de mensen die online aan het meekijken zijn. Vandaag gaan we het hebben over, gaan we weer een paar filmpjes behandelen. En een van de filmpjes die we zo meteen gaan behandelen, die hier klaarstaan, gaat over kunstmatige baarmoeders die ontwikkeld zijn. Wat ervoor gaat zorgen dat vrouwen eigenlijk niet zelf hun kind hoeven te dragen, maar dat het kunstmatig door de hedendaagse technologie mogelijk is dat de kinderen uit een kunstmatige baarmoeder zullen groeien en ook geboren zullen worden. Nou, dat is natuurlijk best wel een opmerkelijke ontwikkeling, om het zo maar even te zeggen. Eerlijk gezegd vind ik het ook vrij beangstigend, want dat betekent dat bepaalde bedrijven en bepaalde instanties eigenlijk kunnen bepalen of jij kinderen krijgt en eventueel hoe jouw kinderen eruit zien. Nou is er natuurlijk tegenwoordig al heel veel mogelijk van genenmanipulatie. Dus als je kan nu al kinderen van tevoren, voordat ze überhaupt geboren zijn, kunnen ze al onderzoeken of iemand bepaalde afwijkingen heeft. Of diegene een Down-syndroom heeft, wat voor kleur haar. Dat kan nu al allemaal aangepast worden. Kost natuurlijk nu heel veel geld, maar dat zijn een van de dingen die al een aantal jaren mogelijk is. En nu zijn ze dus bezig met een technologie aan het ontwikkelen om hier ook kinderen, baby's te kunnen laten groeien. Dus laten we maar beginnen, dan ga ik het voor jullie vertalen. Wants to disrupt your family life. I think that is abundantly obvious by now. The state wants to be your mommy, it wants to be your daddy, it wants to be the mommy and the daddy to your children. They have made this incredibly clear. And when we talk about science and the inventions and things that are happening, you start to realize that, that it's becoming, well, dystopian. You're not going to believe this, but on Friday, a German molecular biologist unveiled a new concept for the world's first artificial womb facility. Waar zij het dus over heeft, is dat de staat tegenwoordig en landen heel erg bezig zijn dat ze eigenlijk het land en de inwoners eigenlijk willen opvoeden. Dat ze bepaalde dingen willen dat wij in gedachtegoed delen, wat via media of via het nieuws heel erg gepusht wordt van hoe wij zouden moeten denken en wat voor ons goed zou zijn. En een van de dingen die hier dus staat, gaat over birthing pots, staat er. Dus eigenlijk geboortepots waar die baby's uiteindelijk in zullen groeien. Omdat Elon Musk heeft dat eerder tijdens een interview aangegeven. Heel vaak wordt er gezegd dat wij als wereld zijnde, dat we te veel mensen hebben, dus dat we overpopulatie hebben. Maar eigenlijk is dat helemaal niet waar. We hebben eigenlijk te weinig mensen op aarde, en dat klinkt misschien nu heel gek, maar dat komt omdat we hebben heel veel, omdat ouders tegenwoordig minder kinderen nemen, zorgt het ervoor dat er minder jeugd geboren wordt, maar dat alle oudere mensen die in grotere getallen meer zijn, dat die steeds groeit. En dat komt pas op het punt, eigenlijk vergrijzing, waar we allemaal bekend mee zijn hier in Nederland. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Dus omdat, en gemiddeld gezien volgens mij, ik weet niet of dat in Nederland ook geldt, is het misschien 1 of 2 kinderen in Nederland. China bijvoorbeeld heeft een hele tijd 1-kindspolitiek gehad. Nou ja, je hebt 2 ouders en als je maar 1 kind mag, reken zelf maar uit voordat voor 10, 20, 20 jaar of lang ze dat wel niet gehad hebben. En dan krijg je dus dat de nieuwe generatie evenveel werk moet doen voor een grote groep mensen die uiteindelijk niet meer in staat zijn om te werken, wat onder andere vergrijzing is. En dat leidt tot heel veel problemen. En dat willen ze dus gaan oplossen met deze technologie om meer baby's zelf te kunnen produceren. Omdat onderpopulatie, om dat eigenlijk te redden, om recht te trekken. Ectolife, which could incubate up to 30,000 babies per year. The biologist said, quote, "My new concept will be unveiled in early December, something that I have been working on for a while. The new concept relies on over 50 years of groundbreaking scientific research."
Okay, so in case you are already like, that is concerning and I feel alarmed, I want you to know that it's only going to get worse when you take a listen to this video promoting this concept. Here you go. Introducing Ectolife, the world's first artificial womb facility, powered entirely by renewable energy. Ectolife allows infertile couple to conceive a baby and become the true biological parents of their own offspring. It's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. With Ectolife, premature births and C-sections will be a thing of the past. Ja, dit, dus wat ze hierin gezegd wordt, dit is dan de commercial. Per jaar verwachten ze dat één zo'n fabriek, ongeveer 30 fabriek, wil ik er ook bij zeggen, zo noemen ze het ook zelf, 30.000 baby's per jaar kan produceren. Nou ja, en dat het volledig bij herbruikbare energie, via duurzame energie mogelijk is. En het is natuurlijk van wat hierin gezegd wordt, en dat is natuurlijk een beetje het verkoopspraatje, van dat het goed is voor vrouwen die bijvoorbeeld niet in staat zijn om baby's te krijgen, waar natuurlijk veel vrouwen, of veel, dat, waar vrouwen soms niet in staat toe zijn, maar ook het voorkomen van complicaties tijdens de geboorte, zwangerschapsvergiftiging, of vrouwen die bijvoorbeeld kanker, baarmoeder, halskanker hebben gehad en niet meer in staat zijn om kinderen te krijgen, noem het maar op, en dat nu dus wel zijn, dus dat het nu wel dan mogelijkheid gaat worden. Ectolife is designed to help countries that are suffering from severe population decline, including Japan, Bulgaria, South Korea, and many others. The facility features 75 highly equipped labs. Each state-of-the-art lab can accommodate up to 400 growth pods or artificial wombs. Every pod is designed to replicate the exact conditions that exist inside the mother's uterus. A single building can incubate up to 30,000 lab-grown babies per year. That video goes on for 8 minutes, by the way. It looks like something straight out of a sci-fi horror film. So, yeah, Ectolife allegedly says it's a perfect solution for women who had their uterus surgically removed due to cancer or other complications. That's always the sell, right? There's always a sell. Actually, we're just doing this because you want to help. Big Pharma always wants to help, guys. Science and Big Pharma always wants to help, and then it starts to get dark very quickly. And there's a lot of things that I want to say. This doesn't surprise me. I knew we were headed here. If you've been listening to this podcast or following me at all, I have been talking about how clearly obvious. Ja, wat zij verder hier ook zegt is dat het, van wat ik net ook zei, het is natuurlijk een mooi verkoopspraatje en het wordt natuurlijk mooi verkocht, want zij moeten ook, ze willen natuurlijk niet hun publiek zelf bang maken, dus zij moeten het natuurlijk aantrekkelijk laten horen, maar je moet ook niet vergeten in de tijd waarin wij nu leven en de agenda van LHBTI-gemeenschap, wat heel erg gepusht wordt, dat heel veel vrouwen zich bijvoorbeeld omgaan laten bouwen tot man, wat ook betekent het laten halen van hun baarmoeder. Maar het probleem nu is dat deze technologie nog niet volledig beschikbaar is. En dat zij daardoor niet in staat zijn om kinderen te kunnen krijgen als ze die keuze maken. Dus dat kan sommigen ervan weerhouden van misschien wil ik dat toch wel. Misschien krijg ik er toch spijt van. Dus ik ga het niet doen. Maar als dit er nu komt, is het een hele goede extra motivator voor deze groep mensen, om te zeggen van, oh maar, eventueel als ik er spijt van krijg, hoef ik het toch niet te dragen, want ik kan het dan ook net zo goed hierbij doen. Dus het is heel gevaarlijk wat er nu gedaan wordt. It is that the state wants to be able to decide when we can give birth, how many children that we can have. This sort of far concept of China and the one-child policy is going to arrive on American soil pretty soon. They're going to be saying, oh, well, you have to ask the state whether or not you can have children. And that may have sounded crazy, I think, maybe 10 years ago if I had said it, but now with everything that's going on, I think everybody who's listening to this show goes, okay, it is definitely a plausibility at the very least. But what's concerning to me is how we got to this place. And the... Ja, en wat ze hier ook zegt, is dat het eigenlijk ook wel een beetje gevaarlijk begint te worden. In de zin van dat eigenlijk uiteindelijk de staat
afhankelijk van wie dit in handen krijgt, maar waarschijnlijk de staat, dat we eigenlijk een beetje richting China gaan, die, van wat ik net zei, die bijvoorbeeld dan kunnen bepalen van, nee, je mag maar één kind hebben, of nu mag je wel kinderen hebben, dan niet. Als wij teruggaan, of als wij net zoals China naar een puntensysteem gaan, waar we langzaam naartoe aan het gaan zijn, van ook met de eerdere filmpjes die je natuurlijk behandeld hebt over elektrische auto's, die gemaakt werden door Tesla, sowieso de hele energietransitie van gas naar elektrisch, wat ervoor zorgt dat er, en uiteindelijk ook digitaal geld, wat we natuurlijk nu ook al kennen, maar wat uiteindelijk naar CBDS gaan, en dan kun je je misschien afvragen, wat zijn CBDS? Dat is eigenlijk crypto, alleen dan door de staat gemaakt en geproduceerd. En crypto is eigenlijk een andere soort van valuta, dus een andere soort van geld. Alleen met deze CBDC's kan de overheid eigenlijk compleet inzien waar jouw geld naartoe gaat. Dat is het verschil ten opzichte van de euro die wij nu kennen. En dat gaat via de banken. Dan zijn de banken niet meer nodig. Want dat gaat online, dat gaat vanuit de staat. Dus als jij bij wijze van morgen een boodschap gaat doen en je betaalt met CBDC's, dan kan de staat gelijk zien, Jan, Piet heeft deze en deze boodschappen op deze en deze dag gehaald. En kunnen ze dat volledig inzien. Dus ze kunnen alles volgen wat je doet. Natuurlijk zeggen ze zelf vanuit het nieuws, nee, dat gaan we niet doen of daar zijn we niet toe in staat. Maar dat kan wel, want het is nu ook al tegenwoordig met de huidige crypto, is dat volledig transparant. Dus ja, dat kunnen ze zeker. Wat langzaam, stapje voor stapje, naar totale controle gaat, wat eigenlijk ook geopperd wordt door het World Economic Forum, die we ook eerder behandeld hebben, die natuurlijk een bepaalde doelstelling hebben voor 2030, die ze dan behaald hebben. En dat gaat weer terug naar de Great Reset, waar eigenlijk het thema komt, je zal niks bezitten, maar je zal wel gelukkig zijn. Nou, dit is een aansluitend punt daarvan, wat zij willen. Want het klinkt natuurlijk heel mooi, de populatie herstellen. En dat is ook een van de doelen van het World Economic Forum. Maar het betekent ook dat ze jou kunnen controleren. Want ze willen natuurlijk niet dat er te veel kinderen komen. Want ja, dan is het niet goed. There are so many different elements that play a part in it. First and foremost, the fear of pregnancy. That is something that I talk about all the time if you guys follow me in any capacity. How they are constantly seeding women with this idea that being pregnant and giving birth is something to be feared. And they treat women when they're in the hospital like they're dying because they're giving birth, right? This is what you must do. Your body doesn't know what to do. You need doctors at all times. You need interventions. There's something wrong with your baby as soon as it gets out. Thank goodness for these vaccines you're going to give them that's going to keep your child alive, even though there's no sense in it. We know what's best for you, right? It is an industry that is run by fear. I would say that about the entire medical industry. It is an industry that earns its profits off of us being tremendously fearful. The second thing that I think has contributed to this is that there has been a disruption, an intentional disruption of maternal instinct. And this is what I fight culturally. They wanted to make the aspiration of being a wife and raising your children something bad, right? And this, I would almost blame feminism for solely, right? Because this is really state-run feminism. It's not true feminism. True feminism would be something that came... Ja, wat ze hier ook zegt is dat de media eigenlijk vooral vrouwen aan het bang maken is tegenwoordig om überhaupt zwanger te raken. Van, er wordt een enorme angst geprojecteerd voor deze vrouw van, nou, zwanger zijn, ja, maar is wel gevaarlijk en je moet constant artsen bij je hebben en dokters en je moet zoveel controles krijgen en vaccinaties van tijdens de zwangerschap voor zodat het kind gezond blijft. Kijk naar de coronavaccinaties voor kinderen en dat ze zeiden van, nee, dat is niet schadelijk, is ook heel belangrijk dat kinderen dat krijgen. Dat soort dingen, dat wordt natuurlijk heel, heel veel gezegd. En ja, de vrouwen worden er angstig door. Maar ook door de hedendaagse media. Dat eigenlijk ook een beetje door het feminisme. Van ja, we zijn sterke individuele vrouwen. We hebben geen man nodig.
gezinsleven is niet belangrijk. We willen meer geld verdienen. We willen zelf ons kunnen onderhouden. Het is eigenlijk tegen het traditionele wat we vanuit de kerk hebben meegekregen, proberen ze tegen in te gaan. En er is gewoon tegenwoordig gewoon een strijd tegen het gezinsleven. Tegen het gezinsleven dat God voor ons, hoe God het voor ons bedoeld heeft. Daar wordt gewoon strijd tegen gevoerd. De families worden kapot gemaakt. Kijk naar, ik noem maar wat, als je... Ik rij soms met de auto door de stad heen en dan zie je van die bushokjes met secondlove.nl. Nou ja, ik noem maar wat. Dat zijn advertenties die je voorbij ziet komen, zowel op het internet als reclamespotjes, als in je dagelijks leven. Dus bijvoorbeeld als je langs een bushokje loopt. Dat gaat erover over mensen om vreemd te gaan. En dat wordt gewoon gepromoot. En we weten vanuit Gods perspectief dat we één partner hebben, een man en een vrouw, en dat zij samen één worden. Maar vervolgens wordt dit heel erg gepromoot. Dat is wat ze willen. Ze willen en dan moet je kijken waar het voor zorgt. De scheidingscijfers van mensen die nog bij elkaar blijven is enorm gedaald de afgelopen 50 jaar. Ten opzichte van 50 jaar geleden is het enorm omhoog gegaan. En met goede reden, want het is de overheid en de media heeft er geen belang bij. Die wil het hedendaagse of het traditionele gezin willen ze kapot maken. Want als er een goede, sterke vader en een sterke moeder is, vooral die leven naar Gods regels, zorg het ervoor dat de kinderen goed opgevoed worden. En dat die kinderen, dat ze niet beïnvloedbaar zijn door wat de overheid zegt. Maar op het moment dat een vader of een moeder uit het beeld is, dan wordt het kind niet meer goed ondersteund. Wat ervoor zorgt dat social media, zoals dit, zegt de kinderen eigenlijk overneemt. Of scholen. Dat scholen zeggen van ja, nee, hey, ik weet dat jij, of dat zeggen ze niet, maar je hebt geen vader gehad. Maar je vader zou waarschijnlijk zeggen dat als jij als jongen zijnde je vrouw voelt, had hij waarschijnlijk tegen gezegd van nee, is niet goed. Maar wij als school, je vader, ja, dat zal wel, maar je mag zijn wie je bent. En dat zorgt voor het kind dat hij niet een sterk vaderfiguur heeft, die vervolgens zegt van, hé, dit klopt niet. Dit klopt niet. Maar doordat dat wegvalt, omdat de gezinsstructuur aangepakt wordt en kapot gemaakt wordt, zorgt het ervoor dat de kinderen, de nieuwe generatie, waar ik laatst ook over gepreekt heb, dat verward wordt. Kijk ook naar de depressiecijfers bijvoorbeeld van jeugd tegenwoordig. Hoeveel jeugd ongelukkig is. En dat komt mede door social media. Al het slechte nieuws wat uitgebracht wordt. Angst wat gecreëerd wordt. Al die dingen zorgen ervoor dat jeugd die nog vol in ontwikkeling zijn, heel gedemotiveerd raken. Verdrietig raken. Hun ouders gaan misschien scheiden. Mede door, ik noem maar wat, een secondlove.nl. Ja, en dat is de tijd waar we in leven. En dan komen ze vervolgens met dit nog aanzetten. From women, it would be natural, something that we aspire to know. Suddenly, the culture started telling us that it was really bad if you didn't want to stay at home and go to work, and that somehow the patriarchy was something to be fearful of, you needed to be like men. These are kind of the ideas that they began to seed over time. And it's worked. You know, you talk to a lot of younger women, and they say, I don't want to have kids. Where did you get that attitude from? What do you mean you don't want to have kids? It's almost something cool to say, I don't even know if I want to have kids. That's what women say. What do you mean you don't even know if you want to have kids? Procreation is so natural. And as I always say, if I see a woman in her early 20s, she's like, I'm not sure that makes sense. By the time you get to 30, something goes on. It really does. Biologically, it's almost like alarm bells start blaring and you can't even control it. It's physiological, it's biological. And you're going, I want to find a partner. I want to settle down. I want to have children. And then when you have children, you realize it's the greatest joy of. Ja, en wat ze hier ook zegt is dat eigenlijk tegenwoordig als je heel veel jonge vrouwen vraagt van wil je kinderen, dat de vraag nu, als je die 50 jaar geleden had gesteld, dat iedereen bewijzen van gezegd had van ja, ik wil kinderen later. Want dat is wat ik wil, huisje, boompje, beestje, ik wil gewoon met een man zijn, ik wil kinderen hebben, ik wil opgroeien. En als je dat nu vraagt, zijn er heel veel vrouwen die deze vraag beantwoorden met ik weet niet of ik wel kinderen wil. Nee, ik wil later geen kinderen. Dat komt allemaal omdat ze zo vaak van dit soort media
over zich heen hebben gekregen, muziek, artikelen, bang gemaakt zijn om zelf kinderen te krijgen. Van nee, daar moet je absoluut niet aan beginnen, want dan ga je parttime werken en dan verdien je minder en dan kan je je niet zelf meer voorzien. Dat moet je absoluut niet willen, want je wilt toch niet afhankelijk zijn van een man die alles dan bepaalt. Dat is een beetje wat er gecreëerd wordt nu. Terwijl zij zegt van op het moment dat je ouder wordt en richting de 30 gaat, het is een natuurlijk proces. Vrouwen zijn gemaakt om kinderen te krijgen. Dat is God ons, hoe God de vrouw geschapen heeft om kinderen te krijgen. En dat zij ook zegt van er is niks mooier van een vrouw om een kind te krijgen. En dat eigenlijk proberen ze dat hiermee weg te nemen. Want die connectie van dat het kind groeit in de buik van de vrouw, dat is je krijgt daar door een verbinding met het kind. Moet je je voorstellen als dat niet, als dit uitkomt en deze fabrieken gemaakt worden, hoe dat zou zijn? We weten helemaal niet eens hoe die kinderen erop gaan reageren. Het is nog niet gebeurd. Maar je kan het toch niet voorstellen dat op het moment dat het via zo'n kunstmatige baarmoeder, dat daar een kind uitkomt, dat die dan hechtingsproblemen gaat krijgen later. Dat zou toch heel goed kunnen, want er is geen moeder, er wordt warmte gecreëerd door een machine, wat erop lijkt dat het een baarmoeder is. Maar er is geen voedsel wat op die manier bijvoorbeeld van de moeder of wat de moeder dan ook via de navelstreng overbrengt op het kind. Dat is er dan niet. Dat wordt dan door een kunstmatig apparaat gedaan. Dus al die dingen, die geuren, kleuren, dingen, emoties van een moeder bijvoorbeeld, want ook stress heeft natuurlijk bijvoorbeeld impact op zwangerschap. Als dat allemaal weg is, dat, wat voor impact heeft dat op een kind? Hoe wordt het kind dan gevormd? Dat weten we niet. Maar ze promoten het nu als iets heel moois, als de oplossing. Life, it's what life is really all about. But me even saying that is weird. Culturally weird, right? I am not fitting in when I say that. It's much cooler to say, I don't need no man. I don't even know if I want to have kids. And that's kind of what's being promoted and see it into the minds of young Americans. So that has played a significant role in that, as have a lot of, call it medical advancements, right? The pharmaceutical industry as a whole. I believe that there have been a lot of things that have contributed to infertility over time. They don't know why, right? Men had higher testosterone rates a couple of decades ago. The complete depletion, the utter depletion of testosterone rates over the last two decades should terrify everybody. What's happening to testosterone? We actually are facing a testosterone shortage if you look at the numbers, just in terms of the sheer numbers. But the same thing when it comes to women. Women are having difficulty having even... Ja, wat ze hier ook zegt, is niet alleen voor de vrouwen geldt, maar ook van de mannen. Andere cijfers die natuurlijk naar buiten zijn gekomen, en ik weet niet of vele mensen daar bewust van zijn, voor mannen, de testosteronwaardes van mannen is de afgelopen 20 jaar, ik wil volgens mij nu niet eens overdrijven, maar is volgens mij gehalveerd ten opzichte van 50 jaar geleden. En dat komt in één keer door onderzoek, en ze zeggen dat ze niet weten waar dat wegkomt, maar dat komt door alle voedsel wat wij binnenkrijgen, waar bepaalde middelen in zitten, ook social media of onze telefoon, die dopamine en dat soort dingen maakt. Als je heel lang de hele dag op je telefoon zit, vooral als man zijnde, gaat dat je testosteronwaardes aantasten. Dat gaat ervoor zorgen dat je testosteron omlaag gaat. En testosteron, wat het bij de man doet, is dat het de man energie geeft. Dat de man krachtig is. Dat hij sterk is. En dat hij zwaar werk kan doen. Dus eigenlijk wat er... En ook door plastic wordt testosteronwaardes wordt verlaagd. Dus als je veel... Ik noem maar wat, als je plastic flesjes hebt, van bepaalde type soorten plastic, dat verlaagt je testosteronwaardes. Dus ik ben een aantal jaar geleden ben ik overgestapt van plastic flesjes naar aluminium, wat ervoor zorgt dat die testosteronwaardes niet lager worden. Want door het zonlicht wat er opkomt en afbreekt, je krijgt niet alleen je testosteronwaardes worden lager, maar je krijgt ook microplastic binnen, wat ervoor zorgt dat... dat je minder vruchtbaar wordt. Dus als man zijnde word je eigenlijk ook vergiftigd. Niet alleen mannen, ook vrouwen. Maar we worden eigenlijk hedendaags langzaam vergiftigd door de dingen die we eten, drinken, consumeren. Zowel fysiek consumeren als gewoon observeren, dus met onze ogen.
ik noem maar wat. Pornografie is de afgelopen 20 jaar enorm omhoog gegaan. Niet alleen via websites, maar ook gewoon via social media. Alles wordt nu maar normaal gevonden. En heel veel mannen die daaraan blootgesteld worden tegenwoordig. Er zijn heel veel mannen die verslaafd zijn geraakt aan pornografie. Al dat zorgt voor een verlaging in testosteron. Dat is, onderzoek heeft dat uitgewezen. Dus dat zorgt ervoor dat vrouwen eigenlijk meer mannelijk worden. En dat mannen eigenlijk meer vrouwelijk worden. En dat past precies in de agenda wat de overheid voor ons wil creëren. Maar ook gezondheidsproblemen, wat ervoor zorgt dat medicatie of dit soort projecten ervoor zorgen dat heel veel geld gaat opleveren. Want als wij allemaal gezond zouden zijn, dan hebben de medicijnen mensen toch helemaal geen baan meer. Als iedereen maar gezond zou zijn, dan zouden we nu toch ook allemaal al niet meer ziek worden. Waarom krijgen we allemaal rare ziektes? Waarom is kanker enorm groeiende de afgelopen 10, 20 jaar? Ja, dat komt door de dingen die wij binnenkrijgen. En we zijn allemaal bekend met de microplastic en dat soort dingen, dat het veel in eten ook nu terechtkomt, vis, door plastic wat in de oceaan drijft. En dat impact heeft op onze gezondheid. Maar toch blijven we het eten. Of kippen met veel injecties en vaccinaties, plofkippen die bepaald eten krijgen, vee wat krachtvoer krijgt, wat misschien ook niet allemaal even gezond is, die krijgen ook testosteron toegediend. Vee krijgt ook testosteron toegediend, want dat zorgt ervoor dat koeien, dat die qua spiermassa enorm toewegen. Dus dat betekent, hoe meer kilo's die koe heeft, hoe duurder het vlees. Hoe meer ze kunnen krijgen voor het vlees. Dus, en dat mag dan, via wetgeving mag maar een bepaalde hoeveelheid toegediend worden. Maar in andere landen over de wereld is dat misschien hoger. Dus dat zijn allemaal dingen die onze gezondheid aanpakt en wat ervoor zorgt dat wij ziek worden. En waardoor farmaceutische bedrijven enorm veel geld kunnen verdienen. And one child becoming pregnant. Our parents, you just go back a couple of generations, our grandparents, my grandfather had 12 children, my mother was one of nine. When did this become so problematic? Well, you add that to the idea that you shouldn't even start a family until you're 35 and you have a career and you're earning this much money, all things that you're taught is the responsible way to first have a child. You close the window of opportunity on fertility, and then add that to the fact that people are struggling not only because of age, but because of contraceptives. I believe birth control pills very clearly contribute to that problem. Vaccines, I believe, very clearly contribute to that problem. So an explosion of vaccines that we have had over the last couple of decades. The food, the hormones that they're putting into the food. There's no way, even though they say there's no way it's contributing, there's no way it's not contributing to all of the infertility issues that we're having. This has been slowly, by design, again, that slow ideology they put into your head, and you go, oh, this is all normal. It's totally normal that my kid, that my friends that are 28 are struggling to have one children. It's not normal. It's not normal. And ja, wat ze ook zegt, van, er worden natuurlijk ook heel veel hormonen in vlees of in dieren gestopt. En we weten dat als vrouwen bijvoorbeeld anticonceptiepillen nemen, dat zij bepaalde hormonen binnenkrijgen wat ervoor zorgt dat er geen eisprong komt. Hoe kan het dan dat er ook heel veel hormonen in bepaald vlees zitten? Dus wie zegt dat alleen dat, want miskramen gaan volgens mij ook omhoog, als ik het goed begrijp, in de afgelopen jaren. Dat kan toch, en dat wordt maar normaal gevonden. Dat normaal is, van ja, dat is gewoon een ontwikkeling. Ja, ik weet ook niet waar dat vandaan komt. Maar je moet ook logisch gaan nadenken met hoe zag 50 jaar geleden eruit en hoe kan het dat het 50 jaar geleden dat de cijfers beter waren dan dat ze nu zijn. En dat nu een man nog maar 25% vruchtbaar is ten opzichte van een man 50 jaar geleden. Dan gaat er toch iets fout. En waar zou dat dan fout liggen? Want het kan alleen maar aan een bepaald aantal dingen liggen. Dat kan aan slechte levensstijl, slechte eetgewoontes, drinkgewoontes, wat dan ook liggen. Maar dat krijgen wij ook zelf voorgeschoteld. Los van dat we het zelf ook kunnen selecteren, maar wij krijgen het ook voorgeschoteld. Dus ga er mezelf maar eens over nadenken. It is ridiculous that we have begun to perceive that as normal.
And so, of course, you have these individuals who then suddenly want to have a children. Why not take the next unnatural step and say, I'm going to turn to the state, and they're creating a womb, and I'm going to give them money, and they're going to give me a child, right? It starts with IVF, which, of course, for people that have struggled to have children, have struggled with infertility, has been a scientific breakthrough. And where it's going to end is going to be an entirely artificial womb. Commercials like that, telling you that it's totally normal to just have an app and watch a scientific womb create your child and make your child perfect. Completely robotic, completely removed from emotion. And to me, it seems relentless. The invasion of big pharma into every area of our lives, but the greatest invasion, where they have ceded the most ground, or rather where they have gained the most ground, has been the psychological invasion on people, where people are starting to identify things that are normal as abnormal and things that are abnormal as completely normal. And of course, the last element of that. Ja, en wat ze hier ook zegt is dat de psychologie van heel veel mensen veranderd is. Dat heel veel dingen die vroeger normaal waren, nu niet meer normaal zijn, maar wel normaal gevonden worden. En dat komt ook een beetje door de media die dat natuurlijk heel erg aan het pushen is. En dat heb ik natuurlijk nu al een paar keer gezegd. Maar het is, wetenschap heeft gewoon uitgewezen dat als wij maar lang genoeg iets horen, blijven horen, opnieuw, 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 dat wij het langzaam maar zeker ook gaan geloven. Dus als jij nu een kind vertelt van Sinterklaas, bewijzen van, zou niet bestaan, dan zou dat kind aannemen. Maar andersom geldt natuurlijk ook. Dus als we dat maar lang genoeg blijven zeggen, of wij zeggen, deze kleur, deze, dit is blauw. Als wij dat tegen iemand maar lang genoeg zeggen, en iedereen zegt dat dit ook blauw is, dan kan iemand die nog zo overduidelijk weet dat dit rood is, als 100 man zegt dit is blauw, en alle mensen om hem heen zeggen dit is blauw, wordt het blauw in plaats van rood. En dat is precies hetzelfde met dit. Dat bepaalde dingen die eerst niet normaal waren, nu in één keer normaal gevonden worden. Omdat we het maar vaak genoeg blijven horen door social media. That would just be our overall reliance on the state. Where we keep thinking and people keep believing that the state is here to create these solutions for us. So of course, just take the next natural step. Forget IVF, you don't even have to put the child in your stomach or in somebody else's stomach, because we've got a womb for that. It's very disturbing, it's really dystopian, and I wanted to share that with you guys because it's ungodly. That's why. It is ungodly. It disturbs me on a spiritual level. The next portion of the show is available exclusively on Daily Wire Plus only. I'll read those comments, answer your questions. If you're not a member yet, go ahead and click the link in the description and subscribe right now. Yeah. Nou, dat was het filmpje. Veel gezegd. Ik denk dat het ook veel informatie is. Ik denk ook veel informatie die misschien sommigen gaan denken van, wow, is dit echt? Alle dingen die ik gezegd heb, als je het niet gelooft, zoek de cijfers zelf op, zou ik zeggen. Doe je onderzoek. Want als je dit gaat onderzoeken, zul je erachter komen dat er heel veel dingen niet kloppen. En op het moment dat er heel veel dingen niet kloppen, kun je ook onderzoeken, maar hoe komt het dan dat deze dingen niet kloppen en waar komt dit weg? En dan zul je vanzelf je antwoorden gaan vinden. In ieder geval, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie aandacht. Ik hoop dat jullie het interessant vonden, dat jullie wat van geleerd hebben. En ja, dat jullie ook, mocht dit ooit een keer naar Nederland toe komen, dat jullie heroverwegen om dit zelf te gaan doen. Als jullie eventueel hier voor open zouden staan om dit te doen, dat jullie daar goed over na gaan denken, want dit is wel iets gevaarlijks. Want los van dat alles kunnen hier ook bepaalde genen gekloond worden. Ze zijn ook bezig met het kweken van vlees, dus dat koeien bewijzen van eigen gekweekt vlees van koeien, dat koeien niet meer geslacht hoeven te worden, ook onder het mom van dierenleed voorkomen. Dit is dan leed voorkomen van vrouwen die dan geen kind mogen krijgen. Maar dat ze dat dan zelf kunnen fabriceren. Als ze dat kunnen met kweekvlees, dan kunnen ze ook baby's gaan kweken. En dat betekent dat als jij je kind daar zou naartoe brengen en jouw DNA, dat ze jouw kind ook na kunnen maken. Niet één keer, maar wel 1000 keer of 1 miljoen keer.
Daar moet je goed bij afvragen van, is dat wat ik wil? Wil je bedanken voor je aandacht en nog een fijne dag.